Kun je je eerst eventjes voorstellen? Ik ben Carlijn van der Ginten. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Nuenen. En ik heb afgelopen zomer 2 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. Over dat vrijwilligerswerk, dat was voor Ready for Life. Kun je daar iets meer over vertellen? Ready for Life is een stichting die gevestigd is in PE, Port Elizabeth, in Zuid-Afrika. En die zet zich in voor de kinderen in de sloppenwijken. De doel is om de kinderen proberen een toekomst te geven, want zonder school is er daar gewoon helemaal niks. Er is geen opleiding, er is geen eten, er is geen geld. En het belangrijkste is om ze te motiveren om naar school te gaan, om iets te leren. Want de motivatie is nul, want de ouders die laten het helemaal afweten en die geven er niks om, want ze hebben zelf ook geen opleiding. Dus dat is voornamelijk het doel. Hoe ben jij daar nou terechtgekomen? De organisatie bestaat uit Marieke Robers. En dat is een vriendin van mijn moeder van heel vroeger. En wij zijn op vakantie geweest 4 jaar geleden daar. En toen vond ik het zo ongelooflijk wat zij aan het doen was. En dat ik heel graag besloot of nou als ik kan dadelijk na mijn examens, dan wil ik gewoon kijken of ik kan helpen daar. En dat heb ik dus gedaan na mijn examens. Je bent al 2 maanden geweest. En op welke manier heb jij geholpen? Ik ben docent geweest, zeg maar, daar. Maar dan moet je wel voorstellen dat het echt gaat om de letter A leren schrijven, want zelfs dat kunnen ze niet. En voornamelijk ook gewoon contact hebben met de kinderen. En de kinderen die aandacht geven, daar gaat het voornamelijk om dat ze naar school gaan, omdat ze ten eerste een boterham krijgen tijdens de lunch. Dat is al nummer 1 om naar school te gaan. En ten tweede gewoon, dus ze vinden het gewoon zo leuk dat er mensen zijn die op hun wachten en die er zijn om met hun te spelen. En dan willen ze ook dingen leren. Kun je nou in detail vertellen wat jouw werk daar was? Een van de projecten is, wat voornamelijk het project waar wij het meest aan gewerkt hebben, is de jongere kinderen van 4 tot 14 was de oudste van wie ik gewerkt heb, die op school zouden moeten zitten, zijn wij overdag in de sloppenwijken gaan lopen en gaan kijken van waar zijn de kinderen die normaal gesproken op school zouden moeten zitten, maar dat dus niet zijn. Daarmee hebben wij een gesprek aangevraagd met ouder of tante of wie dan ook voor ze zorgt. En gevraagd van, willen jullie naar school? Willen jullie eens proberen bij ons naar school te komen? En wij hebben dus een aangepast programma, buiten zeg maar de normale klasse, om die kinderen meer met spelletjes en zo laten zien dat school leuk is. En te proberen te motiveren en ook de ouders te motiveren om hun kind naar school te sturen. En op een normale les, zeg maar, we hebben gewoon een apart lokaal op een normale school. In de andere klaslokalen wordt wel gewoon normaal les gegeven, normale uren. Maar wel op een ouderwetse manier en heel streng, heel strikt en heel ouderwets overschrijven dingen en heel saai. Hoe zien de klaslokalen eruit daar? Heel basic. Alles is oud, houten bankjes, zakken onderhand van ellende in elkaar. Heel klein, zitten 2 kindjes aan elkaar, of 2 kinderen bij elkaar in een bankje. Boven het bord staan vaak schilderingen, maar dat is eigenlijk al een luxe positie. Heel veel gelovige dingen, veel gebeden, het Onze Vader staat er vaak. Op het bord zelf staan ook alleen maar regeltjes en strikte dingen. Niks, geen tekening of gezelligheid of zo. Wij hebben zelf in ons eigen klaslokaal wel vaak van die leerspelletjes gedaan, zeg maar, en om het alfabet te kunnen leren. Maar het is niet in de normale lessen. Die leerkrachten die er nu zitten, daar doen jullie ook iets mee om het allemaal wat vriendelijker te krijgen, of niet? Ja, wij hebben met een klas buiten schooltijd hebben wij hun klaslokaal geverfd. Op de manier waarop de kinderen het graag wilden en dan met de toestemming van de docent. En in zo'n positief schoolprogramma, zeg maar, merk je toch dat de leraar gewoon ook denkt van, de kinderen hebben naar hun zin. En dan krijgen ze positieve reacties van de kinderen ook weer naar de leraar, omdat de leraar het toestaat. En zo komt het contact veel beter tot recht. Wat is het verschil nou tussen de scholen daar en hier in Nederland of in Nuenen? Nou, er is wel een soort van leerplicht, maar er is niemand die er iets om geeft en helemaal niet sloppenwijken. Kinderen lopen al gewoon op straat en zijn aan het werk, aan het bedelen, moeten werken van thuis, mama moet ze helpen. Dus er is sowieso al geen normale schoolgang. Sinds kort is het wel zo dat de meeste kinderen gaan wel naar hun school, maar de scholing is gewoon heel slecht. Hele grote klassen en de leraar is gewoon heel erg streng. Ze moeten gewoon letterlijk alles overschrijven van het bord en dat is dan de leermethode. En als ze niet luisteren, dan krijgen ze gewoon nog heel ouderwets met lineaaltje op een hand getikt. Want dan even over de plaats daar, want ik heb iets gehoord van Township. Kun je daar iets over zeggen?
De townships zijn de sloppenwijken, zo noemt iedereen dat daar. Je hebt in Zuid-Afrika heb je de binnenstad, dat is eigenlijk gewoon heel modern. Dat zijn vooral de witte Afrikanen. Daaromheen zitten townships, de buitenwijken, en die zijn echt immens groot, enorm. En dat zijn echt de, ja, waar de zwarte Afrikanen wonen. En die wonen in hutjes met golfplaat, dakjes en waslijntjes buiten. En allemaal druk vol op elkaar. Maar echt net een wijk is het. Iedereen loopt op straat en niemand zit in zijn huisje. Het is ook maar een mini-huisje. Maar het is eigenlijk best wel heel gezellig, want iedereen kent elkaar. Zijn de mensen daar gelukkig? Dat is een lastige vraag. Ik denk het wel. In de zin, als ik heb wel ervaren dat mensen toch wel heel gelukkig zijn. Omdat ze ook gewoon... ze zijn vooral heel dankbaar. Als ze opstaan, dan danken zij elke ochtend God, omdat ze weer wakker worden. En dat vind ik gewoon heel bijzonder om meegemaakt te hebben. Zelfs de kinderen al, ze danken God. Ze zijn blij dat je er bent. En als vrijwilliger danken ze daar God ook voor. Dat wij er zijn en dat wij op hun kinderen passen. En proberen er iets van te maken die dag. En dan zijn ze heel gelukkig op zo'n dag. Als er nou mensen zitten te kijken en denken van, nou, ik wil op een of andere manier hieraan wel iets bijdragen. Kan dat? Dat kan zeker. Alle bijdragen zijn welkom natuurlijk. Er is op 7 juni in de Protestantse Kerk in Nuenen, de Regenboog, is er een dienst dat gaat over dit project in Zuid-Afrika. Daar komen ook twee Zuid-Afrikanen, die komen op dat moment naar Nederland toe, uit de Sloppenwijk. En die gaan een stukje vertellen ook over hun leven daar. En nou, dat is allemaal heel interessant om daarheen te komen. En via dat kunt u ook altijd uw bijdrage leveren. Nou, dankjewel en heel veel succes met de rest van je goede dingen. Dankjewel. Is it not? 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 Is it not